Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik weer een muffin recept voor jullie. Je ziet hem hier al. Het is een muffin recept met aalbessen en marsepeinstrooisel eroverheen. En wat je daarvoor nodig hebt en hoe je ze kunt maken, dat ga ik je nu laten zien. Je hebt hiervoor het volgende nodig. 200 gram meel, 100 gram suiker, 100 gram vloeibare boter, 125 ml melk, 2 eieren en 150 gram aalbessen, die heb ik hier. Dan zout, een snufje maar en 2 theelepels bakpoeder. Als eerste ga ik ei, boter en melk mixen. Dit zet ik heel eventjes opzij. En dan ga ik hier zo meel en suiker mengen in een andere kom. Daar komen nog zout en bakpoeder bij. Dan komt het eerste beslag er weer bij. Dat giet ik hierbij. En dat wordt natuurlijk ook weer eventjes gemengd. De aalbessen heb ik van de steeltjes afgehaald. Die doe ik nu bij het beslag en dat roer ik dan even goed door. Vervolgens verdeel ik dit over 12 vormpjes. Ik ga nu even verder met het marsepeinstrooisel. Daarvoor heb ik 100 gram meel en 100 gram marsepein hier in een kom gedaan. Dat ga ik dan samen kneden en uiteindelijk verdelen over de muffins. Zo ziet het strooisel er dan uit. Als het kleine brokjes zijn, is het goed om te verdelen over de muffins. Nu komen de muffins 18 minuten in de oven bij 180 graden. Zo zien ze er dan uit als ze helemaal klaar zijn. Ik vind ze in ieder geval ontzettend lekker. Ik hoop dat jij dat ook vindt. Als je het recept uitgeprobeerd hebt, laat me dat dan weten door een reactie achter te laten. En als je dit een leuke video vond, geef hem dan vooral een duim omhoog. Vergeet ook niet je te abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je in de volgende video weer. Dus tot dan en dag!